ga zo meteen ook de paarden samenzetten. Ze laat zich niet pakken. Oeh, oh Moos, er komen allemaal paarden naar je toe. Nou, wat gezellig zo, wat lief. Hele mooie veranderingen gekomen in de Pet of Paradise. Oei, kom op paard. Oh. Hoi, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe vlog. Vandaag hebben we een week, nou niet een weekvlog, maar een werkvlog. Want we gaan met de stalgenoten klussen. Kijk, daar zijn ze net begonnen met scheppen. En hier hebben we Cindy met de trailer en ook Janine. Alleen Iris is er vandaag niet bij, maar die helpt volgende week mee met een andere stalklusdag. En wat we eigenlijk gaan doen, is we gaan zo meteen ook de paarden samenzetten. Maar we gaan ook, ik weet niet of jullie het nu kunnen zien op de grond, maar we willen nog meer op de straten onder de slow feeders. Zodat in de winter ze niet een modderpoel creëren. Je ziet hier al een beetje, hier stond er één, al een beetje wat er veel op staan. Dan kan het zand niet, of het water niet meer goed weg, omdat het zand heel erg op elkaar gedrukt is. En we willen dat een beetje voorkomen door het tegels te leggen. En we hebben ook nieuwe palen gekocht net. En dan kunnen we ook nog even wat dingen repareren, want er zijn echt heel veel dingen kapot. Yes, het lukt allemaal. Mooi, mooi, mooi. Moos en Nelle die moeten zich natuurlijk mee bemoeien. Moos zit ook even zijn neus te krabben aan de kruiwagen. Oh, oh, oh. Hoe kunnen wij nou werken met jullie? Echt hoor, die twee zitten de hele tijd hier te vervelen. Heb ik net drie tegels neergelegd en moeten ze er meteen op gaan staan. Jullie mogen zo met de rest gaan staan, hè? En Nella gaat eerst dit nog even onderzoeken. Oh ja, lekker! Oh, heerlijk. Ja, goed. Oh, het is gelukt het omrollen. Ze liggen echt in het gat. Ja, hoe kom je omhoog? Ja. Oh. We hebben een klein probleempje, want er zit waarschijnlijk een beest onder het masker van Zenit. Alleen de paarden zijn nu, ze laten zich niet pakken. Oeh. Nu gaan ze al helemaal rondjes rennen. Ja, zo gaat het niet hè jongens. Nou, nu staan ze weer stil. Nu kan Nink even Zenit checken. Zo, wij zijn heel moe al. We hebben één plekje afgemaakt. We hebben nu eventjes pauze. En we gaan nu in deze pauze de paarden samenzetten. Want Zenit en Zara staan nu bijna 2 weken. Nog 2 dagen en dan is het 2 weken. En ze staan al dus samen. En dat gaat eigenlijk heel goed. Dat hebben we gedaan, want dat was gewoon wat handiger. En nu gaan ze dus allemaal samenzetten. En ik verwacht eigenlijk het beste. Want we hebben helemaal geen gekke dingen gezien. Alleen dat Noora en Nedda wel heel hengstig waren. Nou, ze staan nu aan deze kant. We hebben de draadjes weggehaald. Ze kunnen allemaal bij elkaar nu. Alleen er staat nu nog wel een draadje tussen Noora en de mannen. Maar daar kunnen ze gewoon omheen. Hallo. Gek hè? Hallo. Hallo. En de trailer en de auto die net daar stond hebben we even in het weiland gezet. Want mochten ze allemaal raar doen, dan kan het niet getrapt worden of staat het ook niet in de weg. En we gaan gewoon een beetje kijken. Jullie hebben nog niet helemaal in de gaten volgens mij. Nedda, Noora, Nedda en Moos staan daarachter en die zijn ook een beetje met zichzelf bezig. Ja, Zara is wel echt heel enthousiast. Nedda komt aangelopen. We wilden eigenlijk dat ze daar in die opening daar samen zouden komen. Oh, Nedda gaat meteen poepen. Oh, Moos, er komen allemaal paarden naar je toe. Oh. Nou, ik ben benieuwd. Oh, nee, daar komt er ook aan. Nou. Oh, die zal ook al echt overdreven knap doen. Oh, Moos die wil kriebelen. Oh, kijk, hij zit echt een beetje te kriebelen. Nee, weet het nog niet. Nee. Ik vind het een beetje te...
Niet bij die bak. Hé, hey, niet mijn mooie bak, hè? En we hebben het net helemaal mooi gemaakt. Maar net allemaal nog schuldig aangeschapt, jongens. Ja. Oh, gaan we Moos sandwich? Oké. Okay. Oké. Okay. Moos wordt even als hek gebruikt. Hey, oké. Okay. Als je afgaat, kan je de kuilen maken met kuilen. Moos heeft trouwens de kleurtjes nog in, want we zijn eergisteren teruggekomen van Horse Vent. En ik heb nog geen tijd gehad om die eruit te wassen, dus vandaar. En daarom ziet hij een beetje uit als een clown. We blijven hier gewoon de hele dag wel bij. Terwijl we dus aan het klussen zijn, maar tot nu toe is het oké. Nedda die wil wel wat actie. Oh, en Moos gaat ook mee. Goed zo, rondje. Ja. Yeah. Ja, hij wil niet. Hij is meer team Noora, denk ik. Kamp Noora. Ja, dat dacht ik het ook al. Ja, Noora staat ook gewoon al de hele tijd in die hoek. Ja, dat duurt nou niet daar. Ik vind het tot nu toe echt niet verkeerd gaan. Absoluut niet. Hier en daar een piepje, hier en daar wel even een been omhoog. Maar dat is echt niet op een agressieve manier. Moos loopt toch wel een beetje achteraan. Oh, mooi. Spaanse pas. Kan die al de Spaanse pas op commando? Ah ja, dat kan niet. Ja, maar dit oefen je niet te vaak, want dan gooi je dan de pas op de onpas. Ja, oh ja. Hij is natuurlijk stoere man. Hengsten poepen heel vaak over andermans drolletjes heen. Maar Zorro is geen hengst hoor, jongens. Al gedraagt hij zich misschien een beetje daarna. Maar hij lijkt wel een beetje op een hengst. Hij ziet wel heel stoer uit, maar hij is gewoon een ruin. Dus hij kan geen veulentjes meer maken. Nou, we staan allemaal gewoon een beetje te chillen nou. Ja, Noora staat gewoon nog steeds daar. En Zijne staat gewoon daar. En Moos is een beetje derde wiel hier. Moos, ik weet niet of dat de slimste positie is om nou te gaan staan. Oh. Noora komt er nu ook aangelopen, eindelijk. De oma van de groep. De wijze oude vrouw die al in heel veel verschillende kuddes of in groepen paarden heeft gestaan. Nu gaan we. Oh, oh, oh. Oké. Okay. Het leek bijna alsof ze hem wilde negeren. En samen eten. Nou, we zijn nu even een beetje aan het kijken van. Oh, en Nedda komt erbij. Beschermt haar vriendin. Hahaha, het is onze bak. De Moos wil denk ik weer een beetje kriebelen of zo. Ja, oh, zo lief. Nou, eigenlijk loopt het gewoon heel erg rustig. Ik vind het allemaal wel heel interessant hoe ze met elkaar communiceren. Zo. Echt allemaal op een zachte manier. Nou, terwijl wij even aan lunchen zijn, is Moos bij Zenit gaan staan. En die wil denk ik wel heel graag vriendjes worden. Och. Nou, dit is eigenlijk hoe het nu gaat. Heel rustig. Zenit staat daar. Ik vind dat ze het allemaal heel goed doen. En allemaal doen ze gewoon een beetje hun eigen ding. Af en toe ruiken ze even, lopen ze weer door. Het gaat echt super. En we zijn dus ook bezig om al deze palen te vervangen. Om een mooie dikke paal te plaatsen. Zo, Noora, heb je even de knappe man. De knappe Spanjaard voor jezelf. Trouwens, Zorro is wel heel lang hengst geweest. Hij is nu geen hengst, maar hij is wel lang hengst geweest. Dus vandaar ook een beetje dat hengstige gedrag. Maar zoals je ziet, hij probeert ze niet te bespringen of zo. Gaat dat goed? Ja, goed hoor, Noora. Super. Dan gaan wij naar Zenit. Die is ook heel knap. Ik ben benieuwd hoe dat gaat. Oh! Ja, samen eten? Ja? Oeh! Nou, ja. Nou, wat gezellig zo, wat lief. Oh, Cindy is super fanatiek bezig en die zit hier een heel gat te maken voor de nieuwe paling. Ze liet even zien hoe mooi dat gat is. En we, of zij heeft net al met Inge en Nienke deze grote paal erin gezet. Deze heb ik vanmorgen even gekocht samen met Inge. Hier komen dan de paar netten aan, of twee, één net. En daar komt een andere aan. Deze zullen ze niet zo snel breken, denk ik, want de
Deze is 10 tot 12 in de diameter, met centimeter zeg maar. Dit is wat we vanmorgen hadden gemaakt. We hebben het dus verhoogd en wat tegels neergelegd. En kijk, Nedda en Noora staan al heerlijk hier te eten. En dit is dan bij Schelfstad. Het gaat nog steeds eigenlijk goed met paarden. We doen gewoon allemaal hun eigen ding. Ik word er even bij geroepen, want ze zouden heel liefst samen lopen. Kijk eens. Noora er ook nog bij. Ja, nu wel niet raar gaan doen, gaan vechten. Terwijl wij hier bezig zijn. Hallo. We gaan deze palen ook nog eventjes vervangen hiervoor. Rondje rennen. Ik was met palen aan het gooien. Toen dacht ze, woehoe. En raad eens wie er niet, erbij is. Die staat hier naast me, dat is Noora. Uh-oh, Janine, pas op. Maar ik zat hier ook met twee palen te gooien. Toen dacht ik volgens mij ook gewoon, oké, let's go. Het is een week later. En ja, de paarden staan dus al een week samen. En kijk, hoe gezellig. Ja, het gaat best wel goed. De sfeer tussen de paarden zou ik gemoedelijk noemen. Hier en daar sturen ze elkaar een keer weg. Maar eigenlijk zijn ze best wel vriendelijk naar elkaar. Als ze elkaar wegsturen, dan is het ook niet dat ze echt kaart achter elkaar aanrennen of zo. Zarro kan soms wel een beetje de stoere hengst uithangen. En opeens wel een beetje wat mannelijker of... Ja, ik pas toch wel even op, voor zekerheid. En daarachter zie je ook Zenit en Moos. Die zoeken elkaar ook veel op. Maar eigenlijk is het verder heel gemoedelijk. En naar Noora, als voorbeeld, die kijkt dan een keer boos. Maar gewoon een beetje van, ga weg, ik wil hier eten. Dat is het dan ook wel. En dat hebben alle paarden wel een keer, ja, Nedda en Moos zijn sowieso heel vriendelijk. Maar ook nu, hè, Zara loopt zo'n beetje achter Noora aan van, hoi, ik wil jou daar hebben of ik wil er langs. En het gaat eigenlijk dus heel goed. Echt heel mooi bewijs, laat het echt heel goed zien nu. Dus eigenlijk voor na één zo'n week gaat het echt super goed. We mogen absoluut niet klagen. En Nedda en Zara zijn dus een beetje vriendjes. Even kijken, oh, daar gebeurt ook nog wat Zenit en... Zarro, nou die stuurt hem dan ook weg. Nou is ook prima. Zenit die stuurt Moos weer een beetje weg. Dit is eigenlijk hoe je het wil hebben. Dat ze mogen elkaar wel een beetje aan de kant sturen. Als het maar gewoon is dat, ja, dat het zo gaat. Dus wij zijn eigenlijk helemaal tevreden. En Noora en Nedda staan er ook heel lief samen. Ja, die zijn nog steeds dikke vriendinnen. Dat is wel heel fijn. En wat er nog meer is veranderd in een week tijd. We hadden natuurlijk een week geleden al in deze vlog hadden we een stalklusdag. En we hebben gisteren weer heel veel gefilmd. En dat heb ik niet voor de vlog gefilmd. Maar wel voor TikTok en voor Instagram Reels. En we gaan even een rondje langs alles wat er in een week veranderd is. En er zijn echt hele mooie veranderingen gekomen in de Paddock Paradise. Maar kijk, dit is nieuw. We hebben een hele hoge slowfeeder gemaakt. Hij staat op een stukje verhoging en dan zijn er wat tegels die daar liggen. Zodat als de paarden hier komen en sowieso ligt dit deel van de Paddock Paradise ligt wat lager dan de rest. Van de hele rest van de Paddock Paradise. En dus we hebben het hier een heel stuk hoger gelegd en tegels gemaakt. Zodat het hier niet zo nat wordt. En we hebben ook helemaal nieuwe palen gemaakt. En we hebben hier dus een slowfeeder hangen. Allemaal met dit soort clipjes. Zodat het dus dicht is gedraaid en niet zomaar open kan gaan. Er is trouwens overal genoeg hooi. Dat vinden we super belangrijk. Dat ze altijd apart kunnen eten. Hey lieve schatjes. Och, Noora ziet er echt blij uit, vinden jullie niet? Hallo. Nedda, die was dus gewond geraakt. Daar gaat eigenlijk nu ook allemaal wel helemaal goed mee. En hier, we gaan even door. Hier hebben we op ook natte plekken het ook wat verhoogd. Nou, de paarden lopen er al netjes overheen. Dat is eigenlijk wel leuk. Paarden laten een beetje zien waar we zijn geweest gisteren. Oh, een drafje. Oh, wat gaan jullie nou weer doen? Ze gaan even de boel op stelte zetten hier. De jongste en de oudste van de groep. Oh, dat was het dan ook weer. Oh nee. Oh, Noora wordt helemaal actief, joh. Die is normaal altijd het minst actief van alle paarden. Oh, er is nieuw hooi. Grapje. Hier heb ik een tijdje geleden een afzetting gemaakt. Waardoor er een kleiner pad is gecreëerd. En hier hebben we dus heel veel zand weggehaald. Want we willen hier een kiezelpad gaan maken. En dat moet dan een beetje in de grond liggen. Moeten de kiezels nog halen. Dat moeten speciale kiezels zijn die groot en rond genoeg zijn zodat het niet in de hoeven blijft hangen. En dan gaan we dan een zeil neerleggen en daar de kiezels op.
En als paarden er dan overheen lopen, is dat heel goed voor de hoeven. Je kan het eigenlijk zien als een soort van massage voor de hoeven. En daar worden ze veel steviger van. Veel gezonder en zo. En ik moet dit even filmen hoor. Maar Zarro die komt aangelopen. En Janine loopt er al de hele tijd achteraan. En ja, Zarro die gaat ook op avontuur naar het nieuwe hooi volgens mij. Waar dus Nedda en Noora net in een drafje naartoe gingen. Zo, en deze palen zijn trouwens ook allemaal nieuw. En Janine kwam ook met het hele goede idee om het zo vast te maken. En hier zit dus ook weer zo'n clipje. We hoeven niet gekke knopen hier aan te maken. We zitten toch goed vast en komt het niet op de grond. Nu is er aan de andere kant van de paddock paradise ook nog van alles wat veranderd is. Maar we zijn nu ook weer bezig met hier iets aan te passen. We hebben echt zoveel ideeën. We willen hier dus zo'n hele lange paal zetten en daar dan een sloofje eraan maken. Waarbij dus de paarden, als ze wat willen knabbelen, dan moeten ze wat meer moeite doen. Dan moeten ze helemaal zo omhoog stretchen. En dat heet passieve fysio. Nu is het wel zo dat de rest van de slow feeders hangen bijna allemaal gewoon op een normale lage hoogte. Je wilt dat zeker 80% gewoon normaal hangt. Maar ze mogen af en toe wel wat uitdagingen hebben. Dus voor die andere 20% mag je slow feeders wat hoger hangen. Of op een andere gekke positie kan je ook zo schuin hangen. Of noem maar op. En wij gaan het hier eventjes proberen op deze tractorbanden. Oh, Nedda komt er ook aangerend. Oh, kijk. Wee, kom op haar. Oh. Ah, dit doe je niet meer. Oké. Maar ze staat wel iets omhoog, hoor. Ze moet wel de hoogte. Oh. Nou, het zakt toch wel een beetje in. Het is eventjes later en ik ben nu ook een rondje aan het uitmesten. En ik sta nu helemaal aan de andere kant van de Paddock Paradise. We zijn bijna klaar met die paal daar. En ik zal zo meteen het eindresultaat laten zien. Maar ik wil ook nog even laten zien wat we allemaal nog meer hebben veranderd in een week. We hebben echt een hele hoop veranderd in een week tijd. Hier heb ik een tijdje geleden ook een afzetting gemaakt. Eigenlijk is het precies hetzelfde als aan de andere kant. Waardoor we een klein gangetje hebben gecreëerd. En hier hebben we ook allemaal zand uitgehaald. En hier kunnen we ook een soort van kiezelpad van maken. Hier weten we nog niet precies wat we ermee gaan doen. Ja, of er kan water in komen te liggen. Dan hebben ze een soort van stukje water waar ze doorheen kunnen lopen. Maar ik moet zeggen, de grond is hier vrij droog. Dus dat blijft niet lang liggen dan. Hier hebben we slow feeder. Die wordt zo meteen gevuld door Iris. En hier hebben we heel veel zand omheen gelegd. Want het werd hier best wel nat. En we hebben daar ook een tijdje geleden bestrating gezet. Dus daar hebben we dus al dat zand naartoe gedaan. En dan gaan we nog eventjes door, maar ik neem even mijn kruiwagen mee. En dan hebben we hier het allergaafste. En dat ga ik nu laten zien. Een crosshindernis! Oh, van 61 centimeter diep. Dus dat is best wel wat. Ja, gaaf hè. En ik ben hier gisteren al met Moos vanaf gegaan. Dat was toen wel aan de hand. En dat durf ik nog wel. Maar ik heb gezegd op TikTok dat als ik 100.000 volgers haal op TikTok en op Instagram, dat heb ik alle twee bijna, dan ga ik met Mozart een paard vanaf. Ik weet niet of ik dat durf. Maar ja, hè, wat zeg je? Oh, Iris wil dat filmen. Iris staat hier trouwens nog verder te hooi te vullen. Hier hebben we trouwens ook iets veranderd. Dat laat ik ook even zien. Hier stond eerst deze hooibak. Maar als je ziet is het een beetje drassig omheen geworden. Het is nu wel iets weggetrokken, maar het was eerst veel natter. We hebben het hier verhoogd met zand uit de kuil. En ik zie trouwens dat daar een paard heeft gerold. Nou, dit was gisteren helemaal open geschept. En dat hebben we toen hier gedaan. Je ziet dat het iets hoger is. We willen het hier nog uiteindelijk bestraten, maar dit is even een tussenoplossing, want we hebben geen tegels meer. Ik wilde echt net naar achteren lopen om te laten zien hoe Moos het, wat Moos ervan vindt. Maar hij zit het zelf wat te onderzoeken. Nou, dit is eigenlijk wel de bedoeling wat Moos doet.
Ik wilde hem eigenlijk hier naartoe gaan lokken, maar hij doet het zelf gewoon al. Te knappie. Nou, je ziet het. Hij staat dus met zijn voorbenen op de verhoging, waardoor zijn lichaam gewoon een beetje naar boven staat. En dan moet hij in een andere houding staan. En in het wild moet ze natuurlijk ook wel eens van een tak eten, van een boom. Dan moet ze ook wat meer moeite doen. Dus dit is super. Dit heet dan verrijking en passieve visio. Gewoon weer wat anders. En hier kunnen we natuurlijk ook verschillende lekkere dingen in verstoppen. Dit snackzakje had Nienke. Dit is dan gewoon een normale voerbal. En we gaan gewoon even kijken hoe dit verder gaat. Wat de paarden van vinden. Noora die heeft nog niet echt gekeken. Maar Moos die doet het dus uit zichzelf al. Nou, kijk hoe lief. Nella is ook even aankomen lopen. En nu staan ze samen te snacken. Het is wel zo dat Nella staat niet op de banden. En toch stretcht ze wel. Maar we willen misschien nog wat extra autobanden neerleggen. Zodat ze toch bergopwaarts staan. Het is weer even een tijdje later. En ik wilde jullie graag weer een update geven over hoe het met de paarden gaat. En dan sta ik toevallig allemaal in deze hoek. En eigenlijk gaat het heel erg goed. Zeker voor een groep die net samen staat. Gaat het wel oké. En Nedda en Zorro zijn best wel goede vrienden geworden. Ik zie Zenit ook steeds meer naar de andere paarden trekken. En ook een beetje naar Moos. Die stuurde hij in het begin nog wel eens weg. En Noora, die doet gewoon een beetje de eigen ding. En die wil vooral gezellig bij Nedda staan. En ja, Nedda is gewoon echt de dikke vriendin van iedereen eigenlijk. Hey Zenit. Hallo. Nou, daar heb je Zorro en Noora en Nella staan samen te eten. En daar staat Moos te chillen. Laat je het even zien. Ja, gaat prima hè. Hallo, jij wilt altijd heel veel aandacht. Nou, dat is eigenlijk hoe het gaat. En wij zijn heel blij dat ze 2 weken ongeveer hebben gewacht met het samenzetten. Zorro en Zenit stonden dus wel na een week of zo. Ik weet niet precies wel, samen. En het ging eigenlijk allemaal heel goed. We zijn gewoon heel blij dat we de tijd hebben genomen om de paarden samen te zetten. Want een verhuizing en nieuwe paarden, dat is niet niks voor een paard. Hè? Om weer allemaal bij andere paarden te staan. Dus ja, wij zijn eigenlijk heel tevreden over dat we er zo'n 2 weken over hebben gedaan. We zijn die hele dag erbij gebleven toen we ze samen hadden gezet. Het gaat verder gewoon prima met de paarden en prima met ons. Na al het klussen, we hebben de laatste tijd nog meer geklust. Misschien dat ik binnenkort even een staltour opneem. Een Paddock Paradise Tour met alle updates. Maar dan heb ik nog iets leuks voor jullie, namelijk een winactie! Woehoe! Jullie kunnen kans maken op een hele leuke hoefwijzer trui die ik bijna de hele video volgens mij heb gedragen. Ik heb hem nu ook mee, maar het is vandaag een beetje warm om die aan te doen. Ik ben er zelf super blij mee en met Horse Event was die helemaal uitverkocht. Maar je kan dus kans maken op zo'n hoefwijzer trui. Dan is het wel zo, ze zijn nu uitverkocht, dan krijg jij jouw trui wel later wanneer ze weer beschikbaar zijn. Dat zal rond de feestdagen zijn, dus dat zeg ik er wel even bij. Maar hoe kan je nou kans maken op zo'n leuke Hoefwijzer trui? Nou, sowieso moet je even abonneren op mijn YouTube kanaal Hoefwijzer. Dat is helemaal gratis. Je hebt alleen wel een YouTube of een Google account nodig. Klik dan ook even het belletje aan en doe een duimpje omhoog, ook allemaal voor de winactie. En laat een reactie achter met dat je meedoet aan de winactie, met daarbij wat jij vond van de veranderingen van de Paddock Paradise en wat je vond van dat de paarden zo samen staan en hoe ze op elkaar reageerden. Ik ben wel heel benieuwd wat jullie daarover te zeggen hebben over onze knutselkunsten en over hoe wij de paarden samen hebben gezet. Dus laat dat zeker eventjes weten en dan zien jullie mij de volgende keer weer. Dus doe dat om kans te maken op de trui, maar je mag natuurlijk ook als je geen trui wil, mag je ook dat achterlaten wat je van deze video vond. Ik ben super benieuwd en bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!